Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Ik doe niks. Nee, ik richt even. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond, het praatprogramma over het Rotterdamse topvoetbal. We zijn er deze vrijdag met Joop Hiele. Met Dennis van Eersel en met Geert en Oude, die nu al in een deuk liggen. Ja. Ik heb werkelijk geen flauw idee waarom. Nee, de kijkers ook niet, dus zullen we ze er verder niet mee vermoeien. Nee. Stel ik zo voor. Ter zake. Ter zake. Nou ja, er komt een prachtig voetbalweekend aan in de Eredivisie. Feyenoord gaat op bezoek bij PSV. Feyenoord speelt misschien niet altijd even goed, maar heeft wel al 7 competitiewedstrijden op rij gewonnen. En die serie van 7, Joop, is begonnen in de Kuip tegen PSV met 3-1 gewonnen. Toen in december. Hoe groot is daar de kans dat Feyenoord zondag weer wint van PSV? Die is aanwezig uiteraard, zoals je elke wedstrijd kan winnen. En gezien het feit hoe Dick graag wil spelen, dan denk ik dat PSV daar heel veel moeite mee heeft om daar opening in te vinden met de mogelijkheden die zij daar nu hebben. En de manier van spelen is fruitorganisatie, compact? Ja eigenlijk... De bal aan PSV geven? Nou, ja, iedereen vindt dat altijd bij advocaat dat hij heel verdedigend denkt, maar dat is niet zo. Hij denkt vanuit de verdediging. Vanuit de organisatie. De organisatie moet goed zijn, de linies moeten goed op elkaar zijn. En vandaar dat wilt hij voetballen. En waar dat dan is, ja, dat bepaalt dan ook de tegenstander. Ja. Dat kan heel ver naar voren zijn, maar dat kan ook 15 meter buiten je 16 zijn als dat moet. Maar de organisatie moet wel blijven staan bij hem. En dat heeft hij heel zijn leven al gedaan. En daar heeft hij heel zijn leven goede resultaten mee geboekt. En is ook nu niet echt onsuccesvol? Nee, helaas is dat bij Sparta dan een periode niet gelukt. Maar nu pakt hij het wel weer fantastisch op, moet ik zeggen. We praten zo door hoor, over die topper van zondag. Dennis, het nieuws bij Feyenoord deze week is natuurlijk dat Sam Larsson ineens is vertrokken naar China. Naar Dalian Professional. Dat was een aanbod dat Feyenoord niet kon weigeren. Kijk, Feyenoord heeft hem destijds voor een miljoen of 4 van Heerenveen gehaald. Nu kunnen ze hem voor meer dan dat verkopen. Er werd eigenlijk niet meer echt op gerekend ook, denk ik, omdat het is niet echt een doorslaand succes geworden. Larsson bij Feyenoord. Ja, nu vangt Feyenoord er nog geld voor. 5 miljoen? Ja, dat gaat 1 miljoen naar Heerenveen? Dat klopt, ja. Doorverkoop percentage bedongen destijds door Heerenveen in die deal met Van Geel. Feyenoord had toen wel heel veel moeite om hem bij Heerenveen weg te halen. Maar uiteindelijk wat ik zeg, ik had er meer van verwacht wel. Wat zit jij te glunderen of te lachen? De manier waarop die zegt dat het niet een doorslaand succes is geweest. Ik vind dat heel fatsoenlijk geformuleerd. Ik vind dat heel netjes geformuleerd. Ja, nou, dat ziet ons toch. Af en toe heeft hij wel, in sommige wedstrijden heeft hij echt wel laten zien wat er potentieel in zit. Hij heeft echt leuke dingen laten zien. Alleen het was veel te weinig, want daarna was het gelijk weer 3 wedstrijden niets. Welk rendement heeft hij gehad dan? Nou, dat bedoel ik. Dus hij heeft in sommige wedstrijden wel. PSV thuis vorig seizoen. In principe heb je een aanvaller die of zijn acties maakt en daardoor anderen in staat stelt om te scoren, of hij scoort zelf. Dat heeft hij gewoon in de fase dat hij bevaart gedaan. Minimaal gedaan. Ja. Alle twee niet. Ben ik met je eens. Maar dat is sowieso een punt bij buitenspelers. Wat ik sowieso vaak heb, is dat rendement vaak erg laag is. In die zin die positie ook wel overschat is. Misschien wel. Iedereen zit elkaar uit te lachen deze uitzending. Want nou Geert, daar zit jij weer glunderend naar die jongens te luisteren. Eerlijk te luisteren naar deze twee. Zou jij naar China gaan nu? Ik zou hem wel heel goed laten informeren, uiteraard met het hele coronavirus gebeuren. Ik neem aan dat je daarop doelt. Maar weet je, dat is een van jullie zei het net, het is ook een virus wat overwaait. En natuurlijk is het heel vervelend, heel besmettelijk. En moeten we dat als de Wereldgezondheidsorganisatie in alle facetten, ook in Nederland, heel goed in de gaten houden. Maar dat gaat ook weer een keer over, weet je. Dus. Ja. Nou, we wensen Sam Larsson veel succes dan. Maar is Haps trouwens de meest ideale keuze nu als linksbuiten in de wedstrijd tegen PSV, tegen Dumfries? Ik hoop eerst maar dat Haps die wedstrijd fit kan blijven. Weet je, Haps heeft nog sinds zijn heeft Haps de afgelopen weken gespeeld vanaf het begin. Bij de belofte. Nee, maar ik stel de vraag omdat ik het antwoord zelf ook weet. Maar en dan moet je opeens tegen PSV. Wordt er van jou verwacht dat je even Dumfries af gaat stoppen en vervolgens misschien ook wel over Dumfries heen gaat. Dus ik vind niet dat we daar nou heel veel van moeten verwachten. Nee, maar de vraag is, wat is het alternatief? Nou, dat is natuurlijk het enige wat je Feyenoord kan vragen, of aan de directeur van Feyenoord eigenlijk zou moeten vragen, de technisch directeur. Met de blessure van Sinisterra, waarom doe je hem weg? Ik begrijp ook wel dat er een financieel punt in zit, wat we net noemen, dat hij 5 miljoen oplevert. Goedemiddag mevrouw. Maar voor de... ja, er komen mensen gewoon binnen hier. Ja, maar dat zien mensen niet. Dus dat kan je wel aanhalen, maar... weet je, dus ik begrijp het financiële oogpunt wel van het feit dat Feyenoord dat doet. Maar
als Feyenoord nu gezien, Ajax ligt er op dit moment een beetje af, laat ik het zo zeggen. Die hebben het heel erg moeilijk. PSV heeft het ook heel erg moeilijk, AZ heeft het moeilijk en Feyenoord is een goede doen. Dus hetgeen wat misschien nog zou kunnen gebeuren, dat Feyenoord nog verder omhoog zou kunnen gaan en dat je dan toch ook een speler laat vertrekken die vaak minuten maakt, dat is toch wel... Niet zonder risico. Nou, niet zonder risico, nee. Want Sinisterre heb je ook niet meer. Precies. We gaan eerst eens, mannen, kijken naar de voetbalweek die achter ons ligt. En daarin vertolkt Sam Larsson natuurlijk ook een overrol. Gelukkig. Februari zit er bijna op. Het weer laat zich omschrijven volgens allerlei moeilijke modellen. Maar het best kan je gewoon 3 letters gebruiken. Want als ik het over kut. Ja, precies. Weer of geen weer, onze Dick zorgt ervoor dat hij er altijd warmpjes bij loopt. Hij heeft geen last van een winterdepressie. Of het nou gaat om de gepasseerde Geertruida. Zo gaat het bij mij. Ja. Heb jij weer wat om te schrijven? Of om de helpende hand van de VAR tegen Fortuna Sittard. Hij kon hem geven. Godzijdank, maak het moeilijk zeg. Dick is altijd de zonzijde. Logisch, want alles werd gewonnen in februari. Nu komt die hele mooie maand maart met heel veel mooie wedstrijden. Nou, dit was ook wel een aardige maand hoor. Toch blijft maart een onvoorspelbare maand. Want maart roet wel eens staart. Dat is slecht dit zeg. Feyenoord gaat het de komende weken proberen met de nieuwe, oude linksbuiten. Tenminste, als het aan de toekomstige hoofdtrainer Sven van Beek ligt. Eerste meters is er niet bij te houden. Dus de komende weken kunnen we jou vaker op die plek eventueel zien. Eventueel. Ja. Want we weten allemaal, Sam Larsson is deze week vertrokken bij Feyenoord. Ja. Frank Arnessen acht een vervanger niet broodnodig. En pakt maar wat graag die 5 miljoen voor Samba Sam. En als er dan interesse is van Dalian FC uit China, uitgerekend de droogclub van Larsson, en dan ook nog eens in een land waar helemaal niets aan de hand is en prima woon- en werkomstandigheden zijn, dan moet je als Samba Sam wel op de rijdende trein springen. Zo is het. Hoewel, naar verluid is Larsson met de boot vertrokken naar China. Even een tussenstopje op een eiland in de Atlantische Oceaan om uiteindelijk via een kleine omweg uit te komen bij zijn geliefde Dalian Heng Feng Voetbalclub. En aan boord was het erg gezellig. Met een erehaag werd Larsson ontvangen. Een privéchauffeur bracht hem naar Dalian Medisch Centrum. Na een uitgebreide medische keuring bleek er gelukkig niets aan de hand met de linksbuiten. Inmiddels beheerst de komst van Samba Sam al dagenlang het nieuws in China. Ook in het bruisende centrum van Dalian wordt direct de weg vrijgemaakt voor een ingelaste persconferentie. Yeah. Dit is me flauw. Ik moet zeggen, nee, sterk. Ik moet zeggen, ik heb lang geleden dat ik zou moeten lachen om de week. Jongens, applausje voor... Complimenten voor de makers. Complimenten voor de makers, ja. Het is ook wel leuk dat er stond Sam Larsson de Deen. Weet je, dan ja, nog ja, even. Ja, want ik kom echt uit Zweden. Ja. Goed. Feyenoord, jongens. Feyenoord in vorm. 32 punten uit de 12 wedstrijden. En een van die exponenten, Joop, van die huidige vorm is natuurlijk Justin Bijlo, de keeper. Jouw oude vak. Er jaar oud? Uit geweest. Nou ja, oude vak. Ja, je sta je nog wel eens op bedoel dan? Nee, je al een hele poosje niet meer. Nee, daarom. Maar een jaar eruit geweest. Hoe knap is het dan dat je dan nu al tot dit in staat bent? Nou, hij is daarvoor heeft hij natuurlijk ook gespeeld. En deed hij ook, zeker ook in de beginfase, liet hij ook dit zien. Dus wat dat betreft heeft hij de kwaliteit in huis. Dat had hij ook al als jeugdspeler. En ja, zijn mentale vaardigheden zijn dusdanig dat hij, al maakt hij een keer een ketsertje, dat hij dan gewoon zijn ding blijft doen. En dat is zijn kracht op dit moment. Maar als je die kwaliteiten die je benoemd zou ontleden bij de keeper Justin Bijlo, wat zie je dan? Nou, een jongen met lef die in ieder geval niet bang is om te coachen, niet bang is om te komen. Zeker rustig blijft in het voetballende aspect. En daar zal best dadelijk wel weer een ketsen tussen komen. Net zoals de afgelopen week dat net niet helemaal goed ging. Hè, waar we de penalty tegen kregen, daar was hij net even iets te laat. Nou, dat kan nog wel meer voorkomen. Maar dat heeft te maken met zijn leeftijd en zijn ervaring. En geef hem de tijd. Ook de eerste keer toen hij kwam heb ik gezegd, oké, kies je voor een jongen van zijn leeftijd. Dan moet je dat incalculeren. Nou ja, dat is ook wel een klein beetje gebeurd. En nu roepen ze allemaal van ja, dit en dit en dit. Ja, laat hem dan lekker met rust. Laat hem lekker zijn dingetje doen. En dan komt het allemaal in de toekomst best wel oké met hem. Ja, maar ondertussen, Dennis, kan bondscoach Ronald Koeman toch niet meer om hem heen? Nee. Zit je me uit te lachen, Joop? Als wat? Oh, waarom? Als wat?
Nou, als keeper van het Nederlands elftal, Geert, niet om shirts te wassen. Ja, maar doe je eerste keeper. Ontspan een beetje. Nee, ik vind wel dat Bijlo bij die selectie hoort te zitten nu, bij de voorselectie. Ja, maar als ik bedoel de selectie, of als nummer 1? Nou, noem hij is op dit moment een betere Nederlandse keeper. Nou, we hebben hier een aantal weken geleden ook over gehad. We hebben gezegd, Bijlo is absoluut een kandidaat om op termijn het Nederlands elftal te spelen. Maar Vermeer heeft absoluut meer ervaring. Heeft ook absoluut het goed gedaan in Feyenoord 1. In Amerika nu volledig van de radar. Toevallig is het nu even winterstoppen in de Verenigde Staten. Ze zijn net begonnen. En dit weekend start de competitie. Precies, maar je kan niet meer zeggen dat de MLS een competitie is die van de radar is. Weet je, dat vind ik niet. Zie je daar veel wedstrijden van? Daar zie ik geregeld wedstrijden van. Okay. Die worden ook gewoon op onze nationale collega's, laat ik maar even zo zeggen, uitgezonden. Ja. Oké, Ik zou het niet vreemd vinden hoor, wat jij suggereert. Dat Vermeer nu inderdaad dan straks niet meer bij Oranje zit, toch ook al wat op leeftijd en dat Bijlo erbij komt. Ik vind dat niet zo'n gekke gedachte. Maar vergeet ook Krul nog, hè? Ja, bij Noord. Dat hebben we ook nog besproken. Precies. Ja, ik heb het nu Vermeer, maar Krul is dat hebben de ook... die op een behoorlijk niveau actief is, hoor. En al heel lang. Ja, buiten de fase dat hij even in Nederland zat, dat hij aan het zoeken was naar een behoorlijke zware blessure. Maar daarna heeft die jongen gewoon weer op een zeer hoog niveau in Engeland gefunctioneerd. Toch is Ronald Koeman, de bondscoach, deze week op 19-08 geweest. En heeft daar gesproken met Bijlo. Wij weten niet waarover dat ging. Maar dat is ook een aanname dat het misschien daar weer over gaat. Misschien heeft hij wel gezegd, joh, heb je goed gegeten vanochtend? Weet je, ik denk dat het gesprek daar niet over ging. Misschien heeft hij ook wel gewoon afspraken gehad met Dick om eens te overleggen. Bijlo heeft erkend dat ze met elkaar gesproken hebben. Maar wat is de inhoud van het gesprek? Daar gaat het om. Ja, dat is voor ons gissen. Maar je zou kunnen denken, als je zo doorgaat, dan is de kans dat je een keer geselecteerd wordt. Een keer geselecteerd wordt. Ja. Koeman weet wel komen goed, wat potjes goed eten is. Ja. Ja. Ja, maar dat weet je al heel lang. Goed, nou, we komen er voor of tegen. Laten we heel eerlijk zijn. Nee, luister, ik ben voor Bijlo bij de selectie van het Nederlands elftal. Absoluut. Zo goed? Oké, nou, dan zijn we het toch eens. Gaan we naar nog meer spelers die in een blakende vorm zijn. Denk maar eens even aan Steven Berghuis. Maakte hij niet die hat-trick tegen PSV in december? Ja, dat was hij. En Berghuis die was deze week samen met Tairo Malasia op in een gymzaal met voetballende Rotterdamse kinderen. Welke speler komt er zo, mannen? Steven Bergwijn. Steven Berg... Berghuis of zo? De achternaam is Berghuis. Goeie speler. Nee. Alleen iets meer passen. Ja, ik deed altijd mee aan straatvoetbaltoernooien in Apeldoorn. Ik heb ook lang in de zaal gevoetbald, dus daarom dat ik nog wel op het veld ook onder de voet aanneem. Nee, ja. Dat zit nog wel steeds een beetje in. En ik ben echt van overtuigd dat zaalvoetbal en straatvoetbal key is in je ontwikkeling. Hij is toch de beste in de Eredivisie nu? Nee, Ziyech. Nee. Laat me zo zeggen, Hakim is de beste. Ik vind Ziyech best van Eredivisie. Maar Berghuis heeft een heel goed schot. Ja. Ik vind dat hij een heel goed schot heeft, ja. Maak kan goed dribbelen en passen. Goeie linkerbeen. Ik genoot meer zelf om te voetballen eigenlijk, dan dat ik echt tegen andere mensen opkeek. Mijn Wijnaldum en LMA die zijn toen een keer bij mij op school geweest. Maar toen had ik niet de behoefte om echt een foto te maken, nee. Je had zoiets van, joh, ze gaan later wel met mij op de foto. Nee, dat niet. Nee. Waar wil je in de toekomst spelen? Ik ben 28, dus ik heb weinig tijd meer. Maar ik zou sowieso nog wel in een buitenlandse competitie willen spelen. Ligt aan welke kans er komt, maar ik heb wel die ambitie. Wil je ook zo goed worden als hij? Nee. Beter? Ja. Ja. Dat is de spirit. Was het in Rotterdam of in Diemen? Het was geen sportschool in Kralingen. Rotterdam Noord was dit. Ja, nee. Wat is de volgende stap van Steven Berghuis? Ik denk dat hij bijvoorbeeld naar een subtopploeg in Frankrijk kan. Ik denk dat het een goede stap is. Kijk, hij heeft natuurlijk bij Watford toch? Ja. Was het in Engeland gespeeld. Dat is echt al een aantal jaar geleden en ik denk echt dat hij wel gegroeid is, dat hij meer kan. Alleen de stap gelijk weer naar een top 3 club of in Frankrijk of in Engeland, dat soort iets, dat is wel een hele grote stap gelijk. Hm.
Dus ja, komt de club als Olympique Marseille of zo, weet je, zoiets. Nou, dat is wel top Frankrijk, hè? Nou, dit jaar wel weer, ja. Lyon misschien, weet je. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen. Jij denkt dus niet nog één stapje groter naar bijvoorbeeld, ik noem even een Sevilla of een AS Roma. Ja, nou ja, dat zijn de subtoplanden. Kijk, je noemt ook bijvoorbeeld Sevilla. Sevilla is over het algemeen geen titelkandidaat in Spanje. Dat zijn er eigenlijk maar twee. En alles wat daaronder zit, Valencia, weet je. Ja, maar zou dat aankunnen? Nou ja, dat denk ik wel. Ja, maar dan moet hij wel elke week zo spelen zoals hij dan tegen PSV speelt. Want dat wordt dan wel daar verwacht. Of de laatste weken toch? Bedoel, ja, nee, maar je gaf het voorbeeld even dat hij 3 keer scoorde tegen PSV. Maar... Ja. Nu zondag weer PSV. Bij PSV hebben ze wel nu 3 keer op rij gewonnen. En de contouren van het elftal die lijken wel weer een beetje te zijn gevonden. Wat is de verwachting? Wat is het gevoel vooraf nu? Nou, ik vind PSV is nog steeds wel zoekend hoor. En ik vind PSV is niet meer van de laatste jaren. Ik vind ze achterin heel kwetsbaar. Op het middenveld zijn het allemaal eenheidsworsten, vind ik. Maar dat is mijn persoonlijke idee. En voorin zijn ze toch wel erg afhankelijk van in de eerste instantie Bergwijn geweest en Malen. Allebei niet meer van de partij. Alle twee niet aanwezig. Maar... Dus wie moet het dan gaan doen voorin? Ja, Gakpo, hè? Moet het doen? Maar ja, mag je dat verwachten? Mag je dat verwachten? Iatare is een jongen van 18 jaar. Mag je bepaalde dingen verwachten? Ja, maar gaat het niet overdrijven? Dus ik denk dat als je kijkt naar Feyenoord hoe ze spelen en PSV, ja, ze zijn alle twee nog steeds wel zoekende. Buiten het feit dat ze best wel een goed resultaat de laatste weken gehaald hebben. Ja. Feyenoord iets langer en beter dan PSV uiteraard. Maar ik betwijfel of PSV zoveel creatief vermogen heeft en snelheid heeft om zeg maar het blok Feyenoord uit elkaar te spelen. Nee, maar goed, dan is de vraag, heeft Feyenoord dat creatief vermogen? Nou ja, nee misschien. Zeker omdat er ook een aantal mensen ze missen voorin. Jurgensen, weet ik niet hoe die al... Die is niet bij. Waarbij ik de vraag zou willen opwerpen, is dat wel een gemis? Dat kan een gemis zijn. Deze jongen die er nou in gekomen is... Bozeniek. Bozeniek, die doet het aardig goalsgericht. Richting de goal toe. Voetballend vind ik het nog wel zoekende. Maar dat mag je ook niet anders... Je mag ook niet anders verwachten. Hij moet ook wennen aan... De manier waarop we in Nederland graag willen spelen. Nou ja, je bent natuurlijk Sinisterre kwijt. Wat best in mijn beleving een hele bepalende speler was door zijn snelheid en zijn diepgang. Want daardoor creëer je wel heel veel ruimte. Berghuis is natuurlijk toch, iedereen kent Berghuis, maar iedereen kon. Die wil hem toch wel wat liever in zijn voeten hebben. Dus dat is toch wel bekend. Ja, door juist een diepte aan de zijkant te hebben, creëer je wel weer ruimte voor anderen, vind ik. En ja, dat mis je nu. En wie gaat daar nu spelen? Gaat daar Toornstra staan of gaat daar Haps staan? Of misschien nog wel een andere die uit de hoge hoed komt vliegen? Nou ja, Haps gaat echt wel linksbuiten staan. Hè? Dat staat bevestigd. Al vast. Ja, hij gaat starten met Haps. Ja. Toch, jongens, ja, sorry, maar bij veel Feyenoord supporters is het toch echt, op dit moment heb ik de indruk althans, die ene prangende vraag. Gaat Feyenoord bij winst op PSV echt een serieuze rol om de titel spelen? Het hangt ook vanaf wat er s'avonds bij Ajax AZ weer gebeurt. Als dat gat opeens nog maar 5 punten is en ze komen deze maand ook nog naar de Kuip. Precies. Ik zeg niet dat Feyenoord kampioen wordt dan. Maar dan kun je er al bijna niet meer omheen. Of je speelt al een rol in die strijd om de titel. Als het gat nog kleiner wordt na dit weekend. Kijk, als Feyenoord en Ajax gelijk blijven na dit weekend qua punten. En binnenkort komt Ajax naar Rotterdam. Naar het Feyenoord Stadion en Feyenoord zou die wedstrijd kunnen winnen, ja, dan is het kort. Kijk, hoe je het ook bent of keert, Ajax zit niet in goede doen. PSV zit ook niet in goede doen. En ik denk ook dat het is lang geleden, maar dat Feyenoord als favoriet die wedstrijd ingaat. Want ik vind PSV, ik vind het niet veel. Weet je, jij vond het al niet zoveel, ik vind het eigenlijk nog minder. en natuurlijk hebben ze wel ondertussen door van Heerenveen geloof ik gewonnen en nog een andere wedstrijd gewonnen. Ja, ADO, maar... Ja, precies. Precies, ja. Dus Feyenoord gaat als absoluut als favoriet die wedstrijd in. En heel gek kan het dan zo zijn dat Feyenoord inderdaad weer mee gaat doen. Ja, dat kan zomaar. Nog even één dingetje wat betreft die wedstrijd in Eindhoven komende zondag bij PSV. Misschien weet u het wel, is bij de opkomstmuziek, bij de opkomst van de spelers, altijd Tina Turner te horen met Simply the Best. En dat lied is door Dick Advocaat in zijn tijd als trainer van de PSV geïntroduceerd. Hij legt zelf even uit waarom. Het gek is, als ik opkom, dan voel ik het nog steeds. Dus dat voelen die spelers ook. We zullen het even laten zien. En in het begin, het was wel Glasgow Rangers, kan ik me ook nog herinneren bij Europa Cup wedstrijden. Dat was dat grote bord.
En zat Tina Turner op een paard. Dus het stadion was... Nee, echt, echt. En dan beginnen ze te lachen. Geloven ze er niet. Zat Tina Turner op een paard en die muziek draaide. Simpel de best en geweldig. Dan hoef je eigenlijk helemaal geen bespreking meer te houden. Alleen dat beeld met die muziek. Dus we kunnen het eigenlijk, ons eigenlijk veel makkelijker maken. Ja, ik word je gesneekoek zondag. Ja, ik zal het eens voorstellen. Zal het ooit in de historie van Feyenoord bij een persconferentie gegaan zijn over Tina Turner op een paard? Niet vlak voor PSV Feyenoord, denk ik. Nee. Nee. Geeft wel de sfeer aan, hè, dat het luchtig is, dat het goed zit. Daar dat het vertrouwen er heel erg is bij Feyenoord. Ja, dat was een mooie persco. Ja. Ja, absoluut. Eén ding nog wat betreft Feyenoord. Jij zat hier vorige week ook, Dennis. En toen zei je, Sjaak Troost zal spoedig weer terugkeren in de Raad van Commissarissen. Nou, je had die woorden nog niet uitgesproken of het was zover. Ja. Wat gaat hij doen? Wat wordt zijn rol? Nou ja, hij komt dan als vervanger van Richard Bruins, die in de RVC zat. Er was afgestemd dat Troost terug zou keren. Nou ja, dat lag even wat gevoelig of moeilijk of dan wel onmogelijk bij de vrienden van Feyenoord. Dus daarom die constructie. Bruins eruit, Troost erin. Ja, met zijn achtergrond gaat hij zich natuurlijk met voetbalzaken bezighouden. Is dat zo formeel zoals die destijds door de vrienden werd aangedragen? Toen wilden ze echt iemand met dat echt als portefeuille. Nou, dat is nu wat minder formeel. Maar ja, het is logisch dat hij eigenlijk een beetje onder dezelfde voorwaarden er zit. Of dezelfde input gaat brengen in die RVC als voorheen. Ja, het is allemaal onderdeel van een proces om de rust terug te laten keren. Met name organisatorisch. En toch hoor en lees je nu ook veel dat er een groep, of in ieder geval misschien wel één, investeerders klaarstaan om in Feyenoord te stappen. En dan zouden de vrienden van Feyenoord dat willen tegenhouden. Is dat allemaal waar? Wat klopt er ervan? Nou, wel belangrijk. Ook de vrienden van Feyenoord is het sowieso ook lastig om dat nou als één geheel te benoemen. Want ook binnen die vrienden van Feyenoord is er best wel discussie ook over wat is daarin nou wijsheid, wat is nou de juiste koers. Uiteindelijk staan zij er natuurlijk ook wel in van wat levert Feyenoord nou het meeste op, wat is het beste voor de club. En daarover is wel discussie van, moet je dan inderdaad met investeerders van het eigen land, met binnen van de club, moet je daar toch weer een slag mee maken? Of inderdaad naar een buitenlandse partij waarbij er veel meer geld binnenkomt. Maar wat voor macht geef je dan uit handen en hoe ver wil je erin gaan? Dus dat soort discussies worden nu gevoerd bij Feyenoord. En wordt één voor één worden eigenlijk alle opties bekeken en gewogen die er zijn. Wat dan het meest verstandig is. Blijft de gemoeder nog even bezighouden. Volg je dat allemaal? Komen die vrienden van Feyenoord nou nog een keer uitleg geven hier? Dat hebben we gedaan, Geert. Jij hebt dat inderdaad heel keurig geopperd hier. Dat hebben we toen direct ook geprobeerd. Maar die kiezen ervoor dat voorlopig even niet te doen. Maar aan de andere kant hebben we toch ook gehoord, volgens mij nog met nieuwjaar, dat Feyenoord gezegd heeft, er mogen best buitenlandse investeerders komen, maar de macht blijft in onze handen. Dus dat betekent toch ook dat je in qua aandelen maximaal 51% moet houden. Wil je echt macht kunnen behouden. Dat staat sowieso buiten kijf. Maar die 49 hebben nu de vrienden van Feyenoord. Oké, maar die werken een beetje op de achtergrond. Maar als je één grote investeerder hebt die zeg maar die 49% over wil nemen, dan kan ik me niet voorstellen dat ze op dezelfde manier op de achtergrond bezig zijn als de vrienden van Feyenoord. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd. Dat klopt ook, maar Feyenoord wil, dus dit klopt. Daarom wil Feyenoord die aandelen van de vrienden van Feyenoord terugkopen. Anders kun je nooit die 49% weer uitgeven. En daarbij, kijk, je kan macht uit handen geven dat iemand meebepaalt, een partij, wie wordt de algemeen directeur. Of een technisch directeur, dan wel trainer. Daar zit alweer scheidslijn in, van waarin laat je iemand nog mee beslissen. Mm. En dat laatste, echt op technisch gebied, dat wil Feyenoord gewoon absoluut niet. Ik mij af welke grote investeerder stapt er dan in als die een grote zak met geld daarin pompt voor die 49% en je hebt eigenlijk helemaal niks te vertellen. Ja. Dan wil je van je geld af. Ja, dan heb je misschien heel erg veel dat je denkt, het maakt allemaal niet uit. Mm, maar dat geloof ik niet in. Nee. Bill Gates. Die zal het niet zijn. Nee, goed. We sluiten het even wat betreft Feyenoord hierbij af. En het zal worden een vervolg. We gaan naar Sparta, Geert. Want dat wacht ook gewoon een belangrijke wedstrijd. Het WK in de thuis tegen FC Emmen. Sparta staat 11e. Emmen daar 1 plaatsje onder. Maar ik denk dat we niet vaak genoeg ook aan deze tafel moeten benadrukken hoe knap het is waar Sparta staat. Hè? Als promovendus op die 11e plaats. En degradatiezorgen zijn er eigenlijk nauwelijks. Nee, en waar Emmen staat is ook heel erg knap. Ja. En Emmen haalt vooral de punten thuis. Dus ik verwacht echt wel dat Sparta zondag een goed resultaat gaat neerzetten. En ik denk ook als ze die wedstrijd winnen, dan mag Sparta een beetje omhoog gaan kijken. Weet je? Dus dan hoeven ze niet meer naar beneden te kijken. Nee. Dus dat zou ook heel erg knap zijn dat ze dat in deze fase van de competitie al bereikt hebben. Ja. Dus, hoe beoordeel jij de keeper van Sparta, Ariel Harousch? Israëlisch international. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik let niet heel erg op hem. Ik zie alleen maar korte beelden. Ja, wat hij daar doet, net zoals de rest van Sparta, doet hij het
oké. Niet meer en minder. Ik vind het een knappe prestatie wat Sparta op dit moment laat zien. En net wat Geert zegt, als je in deze fase van de competitie je al redelijk veilig zou kunnen spelen na aankomend weekend. Ja, dan is dat een pluim waard voor de organisatie daar. Maar je hebt geen scherp beeld of die Haroush nou zoveel beter is dan Koremans bijvoorbeeld. Nee. Oké, nou zal ik je het verder niet meer lastigvallen. Ga ik jou even lastigvallen met Ragnar Ache. Waarvan er toch iedere week wordt gezegd van, nou ja, volgende week speelt hij wel weer. Maar hij speelt maar niet. En nu gaat hij zondag ook weer niet spelen. Ik snap wel dat ze nu voorzichtig zijn. Want hij was natuurlijk tegen ADO. Hij had wat last van de hamstring. Toen tegen ADO maakte hij zijn rentree. Was het eigenlijk achteraf bezien misschien net iets te vroeg. Hè? Want liep hij opnieuw een blessure op en heeft hij nog steeds last van. Dus ja, dat de enige voorzichtigheid nu is met hem, snap ik ook wel. Sparta zit ook niet in de situatie nu waarbij je risico's per se hoeft te nemen. Nou ja, die jongen is natuurlijk al verkocht, hè? Aan Eintracht Frankfurt voor komende zomer. Zou er daardoor enige voorzichtigheid betracht worden rondom hem? Of misschien vanuit hem zelf wel? Van ja, luister, ik ga geen risico nemen. Misschien ik wil niks afscheuren. Misschien ook, Bart, maar ik zou het sowieso van slecht werkgeverschap getuigen. Als je al één keer iemand misschien net iets te vroeg hebt gebracht en je gaat het dan nog een keer doen. Nog los van dat hij die transfer al heeft gemaakt. Ja, het lijkt me niet verstandig om zo met een werknemer om te gaan. Het is ook de aard van de blessure. Kijk, als jij een hamstringblessure bijvoorbeeld, ja, daar moet je gewoon even voorzichtig in zijn. Want daar kan je best wel voor een tweede keer lange tijd eruit zijn. Dus dan kijk je ook naar de toekomst. Maar een spierblessure aan je, of een enkelblessure bedoel ik, zoiets, weet je, als je verzwikt of een pees, weet je, dat is gewoon een paar weken en dan ben je gewoon weer vrij. Hm. Dus als het gaat om de pareltjes van Sparta, hebben we dit seizoen ook vaak de naam van Brian Smeets genoemd. Ik heb daar wel eens in overdreven, dat realiseer ik me, Geert. Maar hij is natuurlijk gewoon een geweldige voetballer. Ja. De lat van Sparta. Hij speelt niet altijd. Hij speelt gewoon niet. Werd gepasseerd tegen RKC en gaat waarschijnlijk nu zondag ook weer niet spelen. Postvakje uit, ligt hij. Ja. Hoe kan dat? Nou, dan sla je misschien weer door de andere kant op met postvakje uit. Dat heb ik wel wat vaker last van, dat ik doorsla. Nee, ja, Fraser is niet zo tevreden over. Ik moet zeggen, als je heel eerlijk bent, Bart, zelfs jij als Smeets adept, zeker, dat na de winterstop, ook vlak voor de winterstop eigenlijk was dat dan een beetje ingezet, dat het ook niet meer de Smeets was van de beginfase van de competitie. Dus ik snap de gedachtegang dan wel. Oké. Okay. Ja. Maar hij komt uiteindelijk wel weer bovendrijven, denk ik, als hij dat niveau weer aantikt. Nee, hoe heb je het gehoord? Hij komt weer bovendrijven. Mag ik daar nog wat over zeggen? Als je het kort houdt. Ja, nee, maar kijk, weet je wat met Brian Smeets is? En ik denk dat Fraser dat wel goed ziet. Kijk, heb je nou een speler die je niet goed gebruikt en die dan niet op zijn niveau komt? Dan zeg ik, oké, dan kan die niet uit de verf komen. Maar Smeets is gewoon bij Sparta inderdaad altijd op een goede positie gebruikt. Heeft het goed gedaan. En als je nu niet presteert, ja, dan zal het ook wel vooral aan hemzelf liggen. Ja, nou, we hopen dat Sparta wint sowieso altijd. Maar zeker zondag van Emmen, want dan denk ik nog even aan, wat is het, 2 jaar geleden? Advocaat, hè? Ja, door Emma. De VAR die we nog... Nee, hadden we hem wel of ja, niet? Nee, ja, dat was wel toch, hè? In de beginfase, in die na-competitie. Ja. Ja, maar ja, we zien nog steeds momenten op de video voorbij komen. waarvan we denken van, nou, het is allemaal groen en dan is het toch rood, weet je wel, of andersom. Ja, nee, dat was afgelopen weekend echt verschrikkelijk. Maar goed, dat gaan we een andere keer doen. We gaan naar Excelsior. Mag je daar wel wat over vragen, over Excelsior? Ja, je mag alles vragen. Nou, dan ga ik het proberen. Dat staat 7e in de eerste divisie. Wil ze in de top 9 eindigen, want dan kunnen ze play-offs spelen. Maar ze hebben, en ik heb het opgeschreven, 52 tegendoelpunten al. Maar vraag het nu Marinus Dijkhuizen, de trainer, die zegt, nou, ik heb liever niet dat je over dat aantal tegendoelpunten begint, want we maken er ook genoeg. Heeft hij daar een punt? Ja, zeg jij maar. Ja, op zich heeft hij een punt, maar ik ga er altijd vanuit dat je eerst moet zorgen dat achterin er wel een bepaalde basis is en een bepaalde zekerheid is. Want dat geeft ook wel weer rust aan de rest van de ploeg. Dus op het moment dat je veel scoort, is leuk, maar... Ja, ik heb toch wel liever wat minder goals ook tegen. Ja, en dus gaat hij misschien qua systeem toch nu wel wat anders bedenken? Ja, hij heeft deze week een aantal malen getraind op een 5-3-2 tactiek. Niet dat hij daarmee gelijk gaat starten in wedstrijden. Maar stel vanavond bij Eindhoven, Excelsior staat op een gegeven moment 2-0 voor. Dan is het wel iets om een keer uit te proberen met de snelheid die ze voorin ook kunnen hebben. Hè? Met Swarts, met Mendes Morera. Hij zegt ook, we hebben ook de verdedigers ervoor om zo'n systeem te spelen. Mm. Want ja, het vasthouden van een voorsprong, dat is dit seizoen toch wel een ding gebleken. Met die tactiek zou dat misschien ondervangen kunnen worden. Goed idee. Maar speel je dan met een tegenstander die 3 spitsen heeft? In een 5-3-2 systeem? Ja, nou, dat is steeds contextafhankelijk. Dat is wel een beetje... Zal ik even een bord halen? Dat we het even... dat een soort Louis van Gaal hier krijgen, als je 3 in het geval hebt, tegen Eindhoven dan zou dat dan wel zo zijn. Apart hoor, als je met 5 mensen achterin gaat spelen. Want dan ga je ook wel eens vaak zoeken. Dan moet je wel echt behoorlijk in... Ja, maar ze moeten die tegengoals zien te beheersen. Daar word je helemaal gek van bij Excelsior. 4 weer tegen Den Bosch. Je kan er wel heel veel
achterin neerzetten. Maar dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar goals tegenhoudt. Zou het uiteindelijk gewoon niet... Natuurlijk, kijk, je gaat van tactiek veranderen. Denk ik niet om per se heel veel doelpunten voor te gaan maken. Of heel veel die doelpunten tegen te krijgen. Weet je, dat heeft uiteindelijk met kwaliteit te maken. Alleen je gaat een tactiek veranderen uiteindelijk naar... aanvallend gezien of naar 5-3-2, omdat je daarvoor bepaalde spelers hebt. Ik kan me herinneren dat Dijkhuizen ooit degene was die bijvoorbeeld met Luigi Bruins een beetje naar binnen speelde in de Eredivisie. Zo is hij daarmee begonnen, omdat dat gewoon voor Excelsior heel goed werkte en dat ze daar de hele tactiek op hadden. En nu zie je gewoon dat Excelsior achterin gewoon niet goed genoeg spelers heeft of de goede spelers heeft om uiteindelijk naar die top 3, top 2 te gaan. Want je, 52 doelpunten. Tegendoelpunten, ja. Ja, precies. Excelsior gaat natuurlijk niet nu opeens met een ander systeem straks de rest van het seizoen in verhouding maar 20 doelpunten tegenkrijgen of zo. Ja, met 5 of 6 verdedigers hou je dat ook niet tegen. Het heeft altijd met een bepaalde verdedigende kwaliteit je te maken. Je kan wel 5 of 6 verdedigers neerzetten, maar dan heb je maar 4 mensen over om aan te vallen. Dus wie van die verdedigers gaat dan mee? Wie gaat dan mee? Die goals maken? Ja. Nou ja, Omarsson moet dat doen. Vloed maakt ze regelmatig. Omarsson, echte aanvaller, echte verdediger. Die mensen moeten ook weer aanvoer hebben van een bal. Ja, en op het moment dat je 5-6 men achterin hebt, dan is de verhouding wel een beetje scheef, denk ik. Qua resultaten is het wel allemaal iets stabieler, is het de indruk onder Dijkhuizen. Ja. Nu 4 keer op rij niet verloren, nu FC Eindhoven vanavond. Nee, dat is waar. Dat is waar. Toch? Absoluut. Ja, dus dat is in die zin best positief. We zitten alweer door de tijd heen. Tenzij je echt nog iets prangends op de lippen hebt hangen. Nee, ik vond je vraag heel erg... Dat is voor het eerst. Maak je zin dus af. Nee, maak je zin dus af. Het lijkt nu op een compliment. Het is voor het eerst, Joop. Het is voor het eerst een compliment. Kan je niet meer vaker komen? Nee. Wij zitten al maanden er tegenaan tegen, joh. Kom ik volgende week weer. Okay. Ik zit zo lang te wachten tot Etienne weer een keer komt. Wat is het voor een klerenleier, hè? Goed, maar wel bedankt weer voor de komst, Geert. Dennis, Joop, inderdaad graag tot de volgende keer. Ik verwijs ook nog eventjes naar Rijnmond.nl. Daar is natuurlijk ook weer de FC Rijnmond podcast. Sinds vandaag in een wat nieuwe, verbeterde vorm daar te zien. Waarschijnlijk ook wel op Spotify, denk ik, toch, Dennis? Ja, zeker. Zeker hoor ik in mijn oor. Heeft u waarschijnlijk ook gehoord, want onze eindredacteur zei het heel hard. Ja. We gaan nog eventjes zeggen dat de wedstrijden van Excelsior en FC Dordrecht. Excelsior dus bij FC Eindhoven en Dordrecht bij Rode JC vanavond te volgen zijn in Radio Rijnmond Sport. En zondag is het PSV Feyenoord en Sparta tegen FC Emmen. Daar doen we ook verslag van. Maandag is er FC Rijnmond. Dan is hier Wiljan Vloed. De heren doen allemaal rare gebaren. Kunnen we dat nog even laten zien wat ze aan het doen zijn? Ja, dat betekent dat ik moet afronden. Ja. Nee, ik moet afronden. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Blauwendaal, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan.